Iedereen weet dat, zeg maar, tot gisteren, eergisteren zijn er ook allemaal wedstrijden gespeeld. Je maakt een voorlopige selectie, uiteindelijk een definitieve selectie. En dan zie je dan, net voordat de spelers aankomen vliegen, dat er ja, helaas wel eens jongens afvallen vanwege blessures. En dan moet je heel snel schakelen. En dat is iets wat je altijd mee te maken hebt als bondscoach van een nationale elftal. Maar nogmaals, wij gaan nu twee mooie wedstrijden spelen. De eerste is tegen Haiti en de tweede tegen Granada. Onze start in de vorige window was niet zo best. We hebben twee wedstrijden in de punt gehaald. En we willen nu voor zorgen dat we met elkaar deze twee wedstrijden goed afsluiten, winnen afsluiten. En hopelijk, alles is nog mogelijk als je ook kijkt bij ons in de pool. De tegenstanders die boven ons staan, spelen allemaal nog tegen elkaar, dus we hebben ook punten laten liggen. Maar onze doelstelling is gewoon om twee goede wedstrijden te spelen en binnen af te sluiten. Goed, dan is de boodschap duidelijk. We gaan, ik zal de volgorde aangeven. Beste Romeo. Aaron, 2-1. Wat is de ratio achter eerst een selectie van 40 plus man aangeven? En alweer daarna voor de definitieve selectie. Ik snap het niet helemaal. Omdat mijns inziens, dus als je geen trainers snapt, dat soort dingen, kan je de definitieve selectie aangeven. Ik weet niet hoeveel tijd ik daarvoor nodig heb. Maar dus dat je een selectie aangeeft van 40, 50 man en daarna een definitieve selectie. Je gaat ervan uit dus dat je een definitieve selectie sowieso helemaal niet hebt. Als je een trainingskamp hebt met een grote selectie, ervaar je maar uit en dan ga je weer. Maar dat heb je niet. Dus waarom wordt het op die manier gedaan? En de tweede vraag is, is er extra druk op jou nadat de twee eerder gespeelde wedstrijden niet succesvol waren? En in hoeverre kan die druk ertoe leiden? Dus dat je. Dus dat de SVB zegt van, tot hier verder. Antwoord op de eerste vraag is heel simpel. Als bondscoach, als land, heb je te maken met allemaal regels. Je moet een voorlopige selectie maken van minimaal 35 spelers. En de reden waarom, is dat de clubs, de spelers zijn niet van de bond. De spelers zijn van de clubs, de clubs moeten geïnformeerd worden. Want ze hebben hele drukke programma's en dan moet er van een en ander geregeld worden dat ze in ieder geval weten, stel je voor, de selectie wordt bekendgemaakt of er vallen spelers af, dan kunnen we een beroep doen op die spelers. Dus dat zijn regels. En wat ik net heb al aangegeven in de intro, een definitieve selectie, als ik die zou maken en er vallen jongens af, dat betekent dat ik geen jongens mag oproepen. Dus dat is de reden. En dat is ook iets wat altijd zal blijven. Ik ben ook afhankelijk, want het is niet alleen maar dat jongens zeg maar, op het laatste moment geblesseerd raken, maar dat ook gewoon op de trainingen. Dus dan moet je als bondscoach van staf moet je heel snel schakelen om tot een keuze te komen, want je weet het ook weer wel. Dat is de antwoord op de eerste vraag. De tweede vraag is, ja, als bondscoach ja, is de druk niet minder of hoger dan wat het altijd is geweest. Je weet dat je onder druk staat, je weet dat je moet presteren, want het is ook iets waar je voor staat. En ik heb nogmaals, heb ik ook iedere keer aangegeven, het gaat niet om de komende wedstrijden, het gaat om het proces. Het proces is belangrijk voor ons, is heel belangrijk, heb ik ook iedere keer aangegeven. In 2026 is onze doelstelling, is het WK halen en we werken naartoe. En daar zijn we met van alles bezig, want je probeert een elftal te creëren, je probeert te kijken naar, als je kijkt, hebben we best wel een ouder elftal. Ik ben aan het kijken van waar kunnen wij zeg maar, het elftal investeren. Dus het is een heel proces. En de druk is er altijd, of je nou wint of verliest, het is altijd. Alleen als je de wedstrijden goed afsluit, dan is het iets makkelijker. En dat ervaar ik altijd. En ik weet ook wel dat ik heb altijd op het hoogste niveau op voetbal. En ik heb ook bij andere clubs getraind, de druk is er altijd. En dat wil ik mee moeten gaan. In de intro heeft u aangegeven dat er mogelijke afvallers kunnen zijn. In aanloop naar donderdag toe,
hoeveel spelers zijn er nu dan nog niet die in Suriname zijn? En over welke mogelijke spelers gaat het? Nou, als je kijkt, we hebben de definitieve selectie bekendgemaakt van de week. En vanuit die selectie zijn er twee jongens afgevallen om diverse redenen. En dan ga je kijken van welke andere jongens kun je het zeg maar oproepen. Je gaat ook kijken van kunnen ze snel zeg maar vliegen, want wij hebben donderdag onze eerste wedstrijd. Die zit altijd met aansluitingen van vluchten en dat soort dingen. Kunnen ze snel mogelijk hier in Suriname zijn. Een van de spelers die zich heeft afgemeld is Kleiber. Kleiber is gebaseerd geraakt en die is gisteren afgemeld. De andere speler is Jannik Wildschut. Die heeft afgemeld vanwege privéproblemen. En wat de redenen daarvoor zijn, dat maakt niet bekend, want dat is privé. En voor de rest is de selectie die wij bekend hebben gemaakt is zo goed als intact. Is dat, had jij een vraag? Ja, dat is het. Oké. Marciano Sama. Ja, ik wil even teruggaan naar de afgelopen twee wedstrijden, Rida en Cuba. En een statement die u daarbij maakt, omdat we nu weer iedereen in de NPI spelen. U gaf aan dat de jongens die vanuit Europa komen er best wat moeite mee hebben om te spelen tegen het systeem dat zeg maar, in het Caribisch gebied gespeeld wordt. Het is heel anders, niet meer dat TikTok, maar het is veel. Veel eerder dat TikTok en dan diep gaan. En dat is anders dan zij daar gewend zijn. Dus het zo dat in die selecties toen er volgens mij 8 jongens, lokale jongens, zaten die wel gewend zijn aan dat systeem. Maar u heeft dus vastgehouden aan de jongens die komen uit Europa. Ik vraag me af, en ik ben natuurlijk geen trainer, zou het niet logischer zijn om te beginnen met jongens die gewend zijn aan dat systeem? Waarmee de jongens hier in Europa komen iets meer moeite hebben. Dat is de eerste vraag. En de tweede vraag is, voor de wedstrijd van donderdag, u heeft trainingen, waar, hij is onze eerste tegenstander, waar gaan die trainingen zich op toespitsen? Het antwoord op je eerste vraag is wat betreft de spelers. Je gaat kijken van het niveau, spelen jongens vaak of veel bij een club. Zijn jongens wel belastbaar, hè? Want het is niet alleen de wedstrijden, je moet trainen. En je moet ook onder omstandigheden en dan ga je gewoon alles evalueren. En als je dan kijkt, ik ben ook heel blij dat de spelers met name van Robin Hood en waarom Robin Hood in het bijzonder, die blijven voetballen op niveau internationaal, maar dat is nog niet het niveau wat je gewend bent, zeg maar wat je moet hebben om een WK te halen. We zijn bezig om naar een WK toe te gaan. En dan ga je keuzes in maken. En dan zie je ook wel, je merkt dat op de trainingen, dat is ook wel heel mooi. Die speel ik ook. Zoveel jongens zeg maar, die hier echt goed ontwikkelen, de competitie heel goed is, dat je die jongens ook moeiteloos kan inpassen en meenemen. In praktijk is dat niet zo, want ik ben nu ook heel veel spelers aan het meten. Toen is het wel, we zeggen met rustverhouding. Zijn die jongens wel belastbaar hè, en dat soort dingen. En het zijn allemaal dingen waar je naar kijkt als staf. En ik begrijp die vraag van het voetbal in Europa is misschien anders dan hier, want hier heb je te maken met duelleren, je hebt te maken met omstandigheden waar je moet spelen, wat heel lastig is. Maar dan nog zijn de spelers hier nog niet zo ver en dat is ook niet erg. En daarom zijn we hier om ze wel zo ver te krijgen in het proces naar 2026. En dat is dan niet alleen maar de wedstrijden wat we nu aan het spelen zijn, we zijn ook bezig met een ander programma om grote talenten hier zeg maar weerbaar te maken. Niveau te laten spelen, tegen elkaar te trainen, dat zijn allemaal plannen waar we mee bezig zijn. Dat is één. En de tweede vraag was? Dat waren Haiti waar de ja. Training op zichzelf gespitst. Ja, kijk, Haiti, dat weten we, in het Caribisch gebied is het voetbal anders. Het voetbal hier in het Haiti heeft een goede ploeg. Een ploeg die gestructureerd voetbal, maar ook een ploeg die fysiek sterk is en wil duelleren. En de kracht van ons zou moeten zijn. Wat wij graag willen, wij willen voetballen. En als wij goed aan de bal zijn, dan worden we wat lastig voor hun. En dat zijn de dingen, we kennen hun zwakheden, we hebben ze helemaal geanalyseerd wat onze kracht kan zijn, waar wij het verschil in kunnen maken om de wedstrijd te kunnen winnen. En dan gaan we ook op trainen. Ik ga niet zeggen precies waar ik ben. Oké, Henk dan. Sprak over de eeuwen en aan het voorbereiden naar de wedstrijden toe.
nu merk je van Henk Kaart, die is in die finale genoemd bij Ajax. Wat is eigenlijk de rol van Henk Kaart? Dat is één. Twee, arbeidsrustverhouding. En dan zie je bijvoorbeeld spelers die geen club hebben, maar toch afgevoerd worden. Want in het begin zou dat niet zo gebeuren. Maar gebeurt dat toch? Ten eerste, antwoord op de eerste vraag. Henk Kaart is mijn assistent, is een trainer met heel veel ervaring. Die zeg maar op bepaalde momenten waar je mee kan sparen om daarin te adviseren. En daar hecht ik heel veel waarde aan. Hetzelfde is niet alleen met Henk, want we hebben nu over Henk, maar dat heb ik ook met mijn andere assistenten. Met Ryan Koolwijk en Robert Goedeke. Dat is heel belangrijk, want je bent met een proces bezig. En dan probeer je ook, iedereen ziet voetballer anders. En dan probeer je daar gebruik te maken van elkaars kwaliteit. Die antwoord op je tweede vraag is van over spelers die weinig spelen. Ja, op een gegeven moment ga je kijken van, we hebben met elkaar gekeken naar de criteria. Als een speler zeg maar wel op een bepaald niveau traint, op een goed niveau, maar zeg maar geen competitiewedstrijden speelt, maar andere wedstrijden, dan ga je kijken van welke andere spelers zijn op bepaalde posities. Dan ga je een keuze in maken en dan is het in het verleden dat het wel is voorgekomen dat je dan spelers geselecteerd hebt die wel op niveau trainen, misschien wel de wedstrijden niet meer missen, maar die kun je gebruiken. Dat hebben we nu naar deze window, hebben we er heel anders naar gekeken. We hebben nu getracht om jongens die zeg maar weinig spelen. En ik kijk, ben je bij een club, dat je dan bij een club zeg maar nu verkocht wordt en dat je de week niet speelt vanwege een club hebt, dat vind ik oké, daar wel aan toe. Maar als er maanden zijn of langer zijn dat je niet aan voetballen toe, dan kan je niet meer mee op dit niveau, omdat je het niet meer kan beloven. En daar hebben we een keuze gemaakt en in onze definitieve selectie hebben we daar nu ook echt naar gekeken. Want onze doelstelling is, wij willen naar 2026, dus we zijn de jongens nu ook al in het werk op zich. Wendbaar aan het maken van jongens luister, de keuzes die er gemaakt worden privé, waar je wil gaan spelen, hou er ook rekening mee dat het ook vroeg of laat consequenties heeft voor je selecteren bij het nationaal elftal. En het mooie van het verhaal is ook wel dat je het ziet, en dat bijvoorbeeld ook goed aangehaald, je ziet dat de jongens op een niveau spelen in het Caribisch gebied, halen hele goede resultaten, ja, en die jongens zijn gewoon fit. En die jongens die spelen en fit zijn, die proberen zoveel mogelijk bij elkaar te halen. En soms komt het wel dat je op een positie heb je niet beter of dan moet je een keuze maken. En dan maken we soms wel eens een keuze die in ons ogen op dat moment de beste keuze is. In de praktijk weet je dat, je moet altijd maar afwachten, maar dat is op dat moment de beste keuze. Wat wil je? Ja, ik kijk voor QN Sports. Maar Shano vroeg het daarnet al over de trainingen. Elke persconferentie wordt er gesproken over een kort tijdsbestek. Dat de jongens bij elkaar zijn en niet voldoende getraind. En dat het misschien daaraan ligt dat het slecht gespeeld wordt. Welke veranderingen heeft u daaraan gebracht? Voor deze twee komende wedstrijden gaat er meer getraind worden naar deze twee wedstrijden? Nee, kijk, als eerste is het heel belangrijk de voorbereiding naar de wedstrijden toe. Dus als dingen goed voorbereid zijn, of dat we daar hebben, dan wordt het altijd een stuk makkelijker. De trainingsmomenten die worden vaak niet meer, omdat je zit met afstanden. Want normaal gesproken zou het mooiste zijn als de jongens gisteren waren. Dan heb je vandaag een hele volledige dag, maar de jongens komen vandaag aan in Suriname. Dat betekent ook dat ze ook 10 uur gevlogen hebben, 6 uur tijdsverschil. Ze hebben gisteren allemaal gespeeld, dan moet je ze herstellen. Dus zo'n eerste training is meestal een opstarttraining. En je begint vanaf morgen, en dat is afhankelijk van wanneer je de wedstrijd hebt, de wedstrijd is de donderdag, begin je morgen echt op doelgericht te gaan trainen. Wat wij proberen is zeg maar een extra training in te brengen, of wat extra training in de zin van, we gaan wel trainen met ze, maar het is niet het fysieke, het is meer het statische om dingen wat wij heel belangrijk vinden, dat die jongens het ook al voelen op een laag intensiteit. En de trainingen zijn de trainingen waar je wel op een hoge intensiteit gaat trainen, want dat hebben we goed gemanaged. En de andere dingen waar wij voornamelijk mee bezig zijn, is om de input te geven aan de jongens door middel van veel videoanalyses. Daarom filmen we ook alle trainingen, de tegenstanders hebben we allemaal geanalyseerd.
Dus we kunnen heel specifiek en ook duidelijk aan de groep spelers aangeven van wat we van ze verwachten en wat zij kunnen verwachten. Maar het kan niet zo zijn dat wij in één keer, twee, drie keer gaan trainen, want dat kan niet. Dat zou wel kunnen, maar dat betekent dat je dan de wedstrijd dan niet hoeft te spelen, dus aanhalingstekens, dan zijn de jongens kapot. Dus dat moet je heel goed managen. En daar zijn ook allemaal methodes voor. Dus de trainingen willen we ook zo goed mogelijk invullen. Dus heel duidelijk en ook heel specifiek. Yes. Trainer, ik heb die vraag is gesteld geworden. De spelers die zijn afgevallen, twee zijn afgevallen. Is al duidelijk wie die twee vakante posities zullen invullen. Dat is één. En de tweede vraag, u versproken over die lokale spelers, dus jullie, waar jullie aan willen gaan werken en ze willen ontwikkelen. Hoe is dat zichtbaar? Dus dat jullie zichtbaar bezig zijn, wat voor bewijzen aan de hand van dus dat er specifiek gewerkt wordt met deze jongens, voor wat zijn er bepaalde kampen of wat dan ook opgezet worden, hoe jullie dat zullen aanpakken om te werken aan ontwikkeling van die lokale voetballers? Als eerste, de twee spelers die in zijn afgevallen heb ik net benoemd, dat is Sam Kleiber en Jannik Wildschut. De twee spelers die zeg maar, daarvoor vervangen zijn, die erbij zijn gekomen, dat is Jeanette Kroning. Die was er de vorige keer ook al bij. En Aliero Belfort. Van de centrale verdediger van Marabin. Ja, omdat er een verdediger is afgevallen bij ons. De andere, het antwoord op uw andere vraag is, het is nog niet zichtbaar, we zijn bezig. We hebben jongens geselecteerd op iedere positie, dus meerdere spelers. En daar willen we mee gaan trainen. Dat gaan we ook doen. De plannen liggen bij de voetbalbond hebben aangegeven, dus nog afwachten of we de go krijgen. En dat bedoel ik mee dat we met die jongens een beetje niet, zoals we nu doen, intern gaan. Maar we gaan wel dagelijks, 4 dagen met elkaar trainen. Ook specifiek trainen en ook een wedstrijd spelen. Daar zijn we mee bezig om dat te organiseren. Het mooie van het verhaal is van, we willen die jongens ook meten. Ik bedoel meten, we hebben een aantal van die spelers die nu bij ons zijn. Die hebben al gemeten, dus hebben we data om te kijken. Het grote verschil met de jongens vanuit Europa, de jongens van hier. Wat moeten we eraan doen? Om het allemaal naar elkaar toe te brengen, zodat ze allemaal kunnen ontwikkelen. Dus die plannen liggen er allemaal en daar zijn we mee bezig. Dus even afwachten. En dat gaat, als het goed is, zal het heel, heel snel gebeuren. We moeten wachten op een goal en als dat gebeurt, dan zullen we dat ook aan jullie vermelden. En dat is afwachten. Maar op dit moment zijn we nu bezig om ons echt te focussen op deze twee wedstrijden die we graag willen winnen. Spreek je hier? Ja, goeiedag, trainer. Hebben we een spitse probleem? Kunnen we doelpunten scoren? Want de afgelopen wedstrijden heb ik gezien dat de spitsen eigenlijk echt gericht zijn om doelpunten te maken. En menen de diaspora-speler wel met Suriname? Want als ik kijk naar hun lichaamshouding op het veld, dan lijkt het alsof ze dan echt niet echt zeg maar, energie hebben om die extra effort te geven om die overwinning te halen. Dank je. Als eerste, ja, ik heb moeilijk tegen mijn spitsen zeggen van je moet niet scoren, ze proberen het wel. Dus dat is gewoon een kwaliteit. We hebben spitsen die kunnen scoren. We hebben ook zeg maar, de laatste keer zijn we eigenlijk weinig aan een trainer toegekomen. In de zin van doelgericht op het afwerken. Dat zullen we nu wel veel meer aandacht aan geven. Maar ja, ik bedoel, wij geven er ook wel aandacht aan, wij trainen erop. Maar uiteindelijk is het zo van. In een wedstrijd, de momenten, ja, dan kan ik niet zeggen van schiet hem ernaast of schiet hem erin. Dat is gewoon een momentopname. Maar we hebben jongens die kunnen scoren, en veel die kunnen scoren. En dat zullen we nu ook wel meer te gaan doen dan de afgelopen wedstrijd hebben gedaan. Ja, over je heeft het meer over de houding over de diasporen. Dat ben ik niet met je eens. Want als je kijkt naar onze spelers, hoe ze trainen, de jongens van hier. Die treden allemaal vol trots en die hebben er echt allemaal zin in en die zijn ook gretig. Misschien dat het anders overkomt dan bij u, maar bij mij komt daar niet zo over en de rest van de straf. En ik ben ook heel tevreden hoe zij trainen, hoe ze zich staan. Ja. Dat is iets goed, hè? Yes, coach, welkom. We willen sowieso natuurlijk voor de kerst gaan. En dan heb ik natuurlijk ook de twee wedstrijden komen. En dan wil je natuurlijk ook twee wedstrijden pakken in deze pool. Deze twee laatste 6 punten pakken dus. Coach Winter, mogen wij dan ook iets wat meer aanvallend voetbal verwachten?
Ja, kijk, wij proberen altijd aan te vallen, maar je moet ook kijken op een gegeven moment naar de kwaliteit van de spelers. We hebben de laatste in de landwedstrijden hebben we cruciale spelers hebben op het laatste moment vanwege de blessures afgezet. Dus dan ga je kijken naar de kwaliteit van je spelers en kies je ook op een gegeven moment een bepaalde manier hoe je wilt voetballen. En dat kan de ene keer kan het zijn met vier mensen achter je, de andere keer met vijf. Dat is gewoon een formatie. Maar kijk gewoon naar de kwaliteit en dat is het beste voor de ploeg. En we willen sowieso altijd wel aanvallend voetballen. En je moet ook rekening houden, de voorgaande speelde de reeks van de dag, 4 uur. Als wij gaan aanvallen, pressen en dat soort dingen, dan ben je na een half uur is de pijp leeg. Want het was zo warm, dus dan moet je daar ook je verstand gebruiken. En wij willen altijd aan de bal goed zijn en willen voetballen. Maar je moet wel, wij moeten niet naïef zijn dat je gewoon gaat voetballen en dan in de tweede helft, dat geef je niet meer thuis. Dus antwoord op die vraag, wij willen altijd lekker voetballen, wij willen aan de bal goed zijn. En aan de bal goed zijn betekent ook, want dat was in de voorgaande wedstrijden wat we gespeeld hebben niet, moet je ook een goed speelveld hebben. Ja. En als dat niet heeft, ja, dan moet je het allemaal net niet. Dus er zijn wel oorzaken. En voetbal, willen wij altijd voetballen. Ja, en een van de problemen was natuurlijk ook dat... Is dat je tweede vraag? Ja, dit is mijn tweede. Oh, oké. Okay. En dan is er natuurlijk ook aangegeven dat er heel veel spelers tussen liepen. Vanuit Europa, die te weinig minuten zouden maken bij een club. En dat zou ook een probleemvorming zijn om zeg maar, de uiterste te geven bij Nacho. Is er hier een betere balans gevonden? Nou ja, u had erop die vraag. Ik heb niet dat gevoel. Kijk, de jongens die komen, allemaal stuk voor stuk, die zijn allemaal heel erg trots om voor Suriname te spelen. En, ja. En dat stralen ze ook uit. Kijk, de uitvoering die goed is, dat kan gebeuren. Want dat heeft dan ook te maken van, sommige spelers, die komen niet meteen rechtstreeks vanuit Nederland, maar die moeten eerst vanuit hun land komen. En die zijn ook helemaal onderweg om hier heen te komen en al dat soort dingen. Maar ze hebben altijd wel de trots en ze willen ook altijd uitkomen. Alle spelers bij ons, en dat is ook voor de staf, ook voor ons, Suriname, er wordt echt alles aan te doen om onze doelstelling te halen. Dat is dat was die tweede vraag. We gaan niet in op het antwoord van die tweede vraag. Nee, maar daarover hebben we straks een tweede ronde. Toch? Dat heb ik ook aangegeven. Dus daar kreeg iedereen de kans voor de tweede ronde. Hij van Sommerfield. Goedemorgen. Twee wedstrijden gespeeld, 1 punt. Brennan en Haiti die staan voor de deur. Hoe groot schat in de kansen dat we meer punten kunnen zetten? We hebben een spitsenprobleem. We gaan iets andere banken af, zoals schuiven. We zien het allemaal dat we niet echt kunnen scoren. Maar hoe groot schat u de kansen dat we Haiti en René daar wel kunnen pakken? Mag ik mijn tweede vraag direct? Ja. En dan mijn tweede vraag. Vaker bij uw antwoorden heb u aangegeven dat de focus ook gelegd is op WK 2026. We hebben een aantal coaches gezien, gehad, hetzelfde hebben gezegd. Maar we zijn nooit verder gekomen dan eigenlijk zeg de beginfase van richting eindtoernooi. Wat zou het verschil kunnen zijn van Aaron Winter voor een betere aanpak om misschien toch weer dichtbij te komen? Natuurlijk, ik ben Suriname en ik wil Suriname daar zien. Maar we moeten hier zand in de mensen over strooien om alvast te beginnen te kijken naar de WK. Als we de toernooi niet kunnen winnen of verder kunnen gaan dan we al zijn bij de toernooi. Dus wat zou eigenlijk het verschil zijn van Aaron Winter om dat te kunnen realiseren? Dan geef ik meteen antwoord op je vraag, maar maak ik ook het eerste. Het is heel simpel. Wij zijn nu bezig om alle voorbereidingen te treffen in de organisatie. We kijken naar welke spelers kunnen wij zeg maar wat extra bij krijgen. Dus die processen lopen allemaal met nieuwe spelers die het elftal kunnen versterken. Je kijkt ook nog naar proberen jongere spelers te halen. Het andere iets is, wij kijken ook naar behalve die spelers zo ver mogelijk te overtuigen om voor zijn naam te komen voetballen. Kijken we ook naar de voorbereiding. En hoe gaan we alles beter faciliteren, goed voorbereiden. En het zijn de spelers, het zijn de stad, het zijn de organisatie, alles. En dat is een groot verschil. En natuurlijk, als je ergens aan begint, dan begin je eerst zeg maar, van onderaf te bouwen. En dan ga je de vruchten werken. Maar ik heb het gevoel dat iedereen al meteen de vruchten werkt, terwijl het fundament er nog niet is. En aan dit fundament zijn we nu aan het bouwen.
En dat, daarom ben ik van overtuigd van, het is een proces. We hebben een mooi doel. Ons eerste doel is nu ervoor zorgen dat we ons dan alsnog kunnen kwalificeren door deze twee wedstrijden te winnen. En daarna, want we hebben net zoveel kansen als die andere ploeg. Als je kijkt door ons in de pool en de ranglijst, alles is dan mogelijk. Maar daarna heb je weer een hele andere cyclus waar we ons naartoe gaan werken. En ik heb iedere keer ook aangegeven, het is een proces. En in het proces is het met vallen en opstaan. Het is niet alleen maar winnen. Je moet alles wel zorgen dat je alles wat wij graag voor ogen hebben en waar naartoe werken, dat het allemaal in één valt. En onze doelstelling is 2026 en die gaan we ook wel halen. En daar zijn we nu mee bezig. Antwoord op uw vraag is met het scoren van spelers. Ja, doelpunten te maken is altijd het moeilijkste. We creëren wel kansen, maar ze moeten wel ingeschoten worden. En dat is iets waar we op trainen en dat komt en daar ben ik van overtuigd. En we zullen nu ook wel proberen om een numeriek van spelers, meer spelers, voor de goal te krijgen van de tegenstander. Dat we in ieder geval ook, als wij een aanval hebben, dat daar ook spelers in, meerdere spelers in staan om te kunnen scoren. Goed, en dan hebben we de eerste ronde gehad met twee vragen per collega's. We hebben nog strak een half uur. Als we de record zo houden, dan komt iedereen wel aan te trekken. Dat is niet meer. Met betrekking tot 2026. Je hebt het aangegeven, net weer, dat het een proces is. Je bent bezig en men probeert om jongere spelers aan te trekken, wat ook niet al te makkelijk is. Je merkt het ten aanzien van spelers die willen spelen voor Suriname. En een ander factor dat ook een rol speelt, is dus dat er een aantal spelers mee zitten die boven de 30 zijn. En als je denkt aan 2026, heeft het dan zin om met die boven de 30 spelers door te gaan die tegen de 40 zullen aanbrengen tegen 2026? Zou het niet beter zijn om nu al de jongeren voor te bereiden op dat proces en dat ze tegen die tijd ook volwassenen zijn? Dat klopt, je zegt het goed. We zijn er ook mee bezig in het proces om daar naartoe te werken. Wij weten ook wel dat de gemiddelde leeftijd wat we nu in ons elftal hebben, is vrij oud. Ja. En ja, daar kan je wel mee doorgaan de komende 2, 3, 4 jaar. Maar wij kijken naar het grotere plaatje, niet 3, 4 jaar, maar in een periode van 10, 15 jaar. En we zijn nu ook bezig om die spoeling op posities, die jongens zover te krijgen, te overtuigen, dat ze voor Suriname komen te spelen. En daar heb je die oudere spelers voor nodig. Die oudere spelers, dat moeten ook mensen zijn die zeg maar, hun gevoel, het bij het Surinaamse elftal, wat ze qua input, dus bedoel ik input qua organisatie, uiteindelijk qua voetbal, qua training, intensiteit, qua staf, dat ze dat overbrengen naar de andere spelers. En je ziet ook wel dat er ook al een stukje is veranderd in dat opzicht. Want de eerste keer dat ik hier was tegen Mexico, als je daarna kijkt naar de reacties wat er allemaal zijn geweest van de oude spelers naar buiten, dat ze heel veel mensen hebben kunnen overtuigen, dat je toch wel heel veel spelers zo ver hebt gekregen om voor het Surinaamse elftal te kiezen. En het probleem is nu, ja, het ligt allemaal in de procedures, het kost allemaal tijd eerder dat we gebruik kunnen maken van de spelers. En we moeten geduldig zijn, maar dat gaat ons niet lukken. En dan gaan we wel een elftal creëren waar wij de komende 10, 15 jaar echt van kunnen gaan genieten. Dat wordt dan een combinatie van jongens vanuit Europa, maar ook jongens van hier. En dat wordt er niks. Dat is je standjes. Mijn eerste vraag is uw assistent al in het land? Dat is één, de heer Ten Gade. En als tweede, het is geen nieuws dat over de gehele wereld negativiteit of iets dat niet goed zit, als eerste naar buiten komt en daarna praten over de goede dingen. Het is geen nieuws dat een boom naar buiten is gekomen dat de afgelopen tijd er een sfeer is binnen Nacho. U kunt alleen ontkrachten als het of waarheid berust of niet. En dat leidt me dus naar de tweede vraag. Wat is de sfeer binnen Nacho? Ik praat niet over diaspora of lokaal, maar Nacho. En hoe gebrand en gemotiveerd zijn zij voor deze nieuwe window? Ja, kijk, dat is het mooie van sport. Sport is een instrument. Als je wint, is alles goed. Is iedereen blij. Maar op het moment dat het een beetje tegen zit, en dat heeft ons ook in de laatste jaren tegengezeten, ten eerste in het resultaat,
Ik heb zo'n twee wedstrijden gespeeld, denk ik gelijk, en de andere verlies je. Terwijl je niet dan hoeft te verliezen. En daarbij, zeg maar, alles eromheen is niet gegaan zoals het gepland was. Dus dan krijg je uiteindelijk altijd wel, zeg maar, mensen die teleurgesteld zijn. En in teleurstelling zeg je iets, en dan zijn wij meesters in met z'n allen, van het iets maakt iets heel groot. En dat gaat mijn eigen leven leiden. Dus dus dingen zijn wel misschien niet goed gegaan, maar uit emoties zeg je wel dingen waar uiteindelijk geen waarheid uitgenomen moet worden. Of uitgetrokken moet worden. En dat is blijkbaar misschien wel gebeurd. Wat ik nu die vraag zal anders stellen, die vraag niet. En ten tweede, de sfeer is goed. De jongens die komen hier, de jongens hebben ook echt zin in. Ze zijn allemaal gebrand. En zeker ook hebben ze allemaal balen ervan dat de resultaten straks zijn geweest. Iedereen. En dat zal nu anders zijn, want ze zijn nu allemaal wel gebrand. Ze zijn altijd al gebrand, maar nog meer gebrand. Om ervoor te zorgen, in ieder geval, dat we de twee wedstrijden kunnen spelen. En ook winnend afsluiten. Nog een vraag of de assistent in Suriname is. Nou ja, het is zo van, dat is het mooie met vluchten. Als wij wedstrijden spelen, dan heb je veel tickets nodig op een bepaalde dag. En het gaat niet altijd eventjes dat ze allemaal tegelijk komen vliegen. Dus gisteren is een gedeelte van de staf gearriveerd. Vandaag arriveert een ander gedeelte van de staf waar dan ook Henk zit. En de spelers, en morgen komen ook nog wat spelers. Dus dat is altijd een beetje heel lastig. Het liefst heb ik iedereen tegelijk. Maar dat, helaas kan het niet, omdat je het ziet met andere mechanismes. Er zijn geen vluchten beschikbaar, of de aansluitingen zijn er niet, of de jongens komen voor ver. Dus het is altijd het passen en meten. En dan? Van Kadusha, Sumaamse Erdbeek. En spraken over de sfeer. Maar hoe moeilijk is het werken? Maar iedereen weet het ook, althans. Iedereen weet het, maar ik denk veel mensen weten dat het met een conflict is tussen jou en het bestuur. Dan praat ik over Manco, dan praat ik over Kirstenberg en Samuel. Dat het heel stroef verloopt. Hoe moeilijk is het werken met mensen die met een 0,0 verstand hebben, zodat jij je denk aan hoe je een natje kan bloeien? Dat is één. En twee, persoonlijk aanwinden. Jouw naam is ook de Ajax. En Stijn doet het helemaal niet goed. Ajax heeft geen problemen. En Jomina, nog zit de assistent. Die heeft de papieren, Maduro heeft de papieren niet. Hoe reden ze dat jij, heb je telefoontje gekregen? Hoe reden ze dat jij? Ten eerste, ik wil je nogmaals zeggen, dat van Ajax, ja, je weet niet meer, je speelt nu en alles. Daar ben ik absoluut niet mee bezig, omdat ik ben heel blij en trots dat ik nog Suriname mag coachen als bondscoach. We hebben een doel voor ogen en het doel willen we gaan bereiken, wat ik net heb allemaal uitgelegd. Dus dat is voor mij geen optie. Ik ben blij om hier te zijn. En het andere is, ja, ik heb net ook al aangegeven dat je probeert met elkaar, probeer je, zeg maar, in de organisatie alles goed naar elkaar, de dingen te faciliteren voor de spelers, zodat we optimaal kunnen presteren om het WK 2026 te halen. En ja, het is niet altijd even makkelijk. Ik heb het niet altijd even makkelijk gehad, maar het geldt voor ieder andere bondscoach die voor me is geweest en dat zal ook in de toekomst zijn voor ieder andere bondscoach die hier komt. Maar het is wel zo dat je met elkaar moet proberen te overtuigen om die doelstelling te halen. En ja, en dat kost soms wel eens wat meer tijd dan dat je verwacht. Dus wat dat betreft, we zijn bezig om onze doelstelling te halen. En het is altijd niet even makkelijk, maar oké, maar het is het. Als ik ergens anders bondscoach zou zijn, zou dat precies hetzelfde zijn. Goed, we gaan er samen. Ja. Mijn eerste vraag. Het komt aan op winnen of verliezen en je bent alleen maar de doelpunten te maken, daar wil ik even op terugkomen. En zolang het goed gaat, is iedereen tevreden. Nu is het de afgelopen wedstrijden minder goed gegaan en zeg maar, het publiek roert zich ook, algemeen publiek, maar ook het echte voetbalpubliek roert zich omdat we moeite hebben met scoren. En nu loopt er één speler hier in Suriname rond en dat is Shaquille Cairo. Die in dit jaar al bijna 40 doelpunten gescoord heeft op elk niveau waarop hij speelt, nationaal maar ook internationaal. En ook een teamgenoot rond die de helft van die assists verzorgd heeft.
En bij spits is er nog iemand zo, ik weet niet hoe goed je technisch moet zijn, je moet gewoon op de juiste plek, op het juiste moment zijn en die bal erin krijgen. En Cairo heeft dat in elk geval de afgelopen 8 maanden bewezen. De eerste vraag is dus, laat u zich beïnvloeden door de publieke opinie en is het wel door u heen gegaan dat het proberen van Cairo en Jamilio op hetzelfde moment herwaar is? Dat is vraag 1. En vraag 2, we blijven praten over het einddoel is het wereldkampioenschap in 2026, maar er komen een heleboel maars bij. Het team is oud en we de spelers erbij krijgen en het is een proces. Hoe realistisch, en dat is een heel concrete vraag, hoe realistisch is het in uw ogen dat Nacho 2 gehaald? Ja, het is heel realistisch, dat begint daar maar meteen mee. Het is heel realistisch. Als je kijkt naar de uitgangspositie waar wij ons nu in bevinden, is gewoon top. In 2026 de grote landen die bij ons in de kwalificatiereeks normaal gesproken zitten, die organiseren het toernooi. En dat is zeg maar Amerika, Canada en Mexico. Dus dat betekent dat al 3 plekken vrijkomen voor die regio. Daarbij komt ook nog dat in 2026 dat het WK van 32 landen naar 48 landen kan. Dus dat betekent dat er ook 2 of 3 extra plekken komen. Dus in totaal blijf je op 5 of 6 plekken. Dat is dan 1. En als je dan Suriname gaat vergelijken met alle andere landen die daar nog de kwalificatie moeten doen. Met het oog dat wij nu bezig zijn om, waar we net over gesproken hebben, om veel jongere jongens, goede voetballers, zover te krijgen om voor Suriname's elftal. En er zijn er een aantal die, een prachtige procedure die zich zo goed als zullen gaan aansluiten in een bepaalde tijd, is het allemaal mogelijk. En dat is dan ook heel reëel, want als het niet reëel was, had ik misschien bij de aanstelling van bondscoach heel goed over nagedacht van ja, is het doel wel reëel of is het doel niet reëel? Maar het is echt reëel. En het is niet zo van dit doen en je weet het. Nee, het is een reëel doel. En je ziet ook wel dat in alles wat wij, waar wij die stappen in maken, dat ook de randvoorwaarden eromheen ook veel beter georganiseerd worden en gefaciliteerd worden. Het is nog niet daar waar we door naartoe willen gaan, maar daar heb je ook de tijd van nodig om naartoe te werken. Dan antwoord op je eerste vraag is, het is heel makkelijk om altijd te zeggen van en met alle respecten, want ik vind Shaquille Cairo een hele goede spits en ik vind het top dat hij zoveel scoort. Alleen, bij een club is het iets anders voetballen dan bij nationaal elftal. Want bij een club ben je dagelijks met elkaar aan het voetballen, je kent elkaars kwaliteit. En bij nationaal elftal is dat minder. Want die andere spitsen die we hebben, die scoren ook als een lopende man bij een clubs. Bijvoorbeeld, als je Albert Becker, die blijft ook maar scoren. Als hij zijn Mitchell speelt, dan is hij er niet bij. Die scoort ook. Dus het is gewoon altijd zoeken naar argumenten waarom iemand moet spelen. En de kwaliteit van Shaquille en de kwaliteit van Jamilio, die ken ik heel goed, want wij trainen met ze. En dat zijn jongens, die zullen vroeg of laat wel misschien gaan spelen. Maar het zijn allemaal afwegingen wat je van elkaar maakt, kijken welke jongens goed bij elkaar passen, om ervoor te zorgen dat je daar een goed resultaat komt. En ik ben heel blij, en ik ben vooropgesteld, en ik vind het geweldig, ook de laatste wedstrijd van Robin Hood, werd uitgerekend. Eigenlijk 4 jongens, maar 3 jongens die scoren. En dat ze dan ook de wedstrijd binnen, dan met Jamilio, Shaquille en ook Adibi. Dus daar ben ik heel blij om dat die jongens, en dat zegt ook wel dat die jongens zich goed ontwikkelen. En straks zal er misschien wel een moment komen dat ze meteen vanaf het begin af zullen spelen. Om even toe te brengen wat de Bonsu aangaf, Rio 2026, los van de 3 plekken die het organiseren, Amerika, USA, Canada. Met 48 landen hebben we nu 5 plekken erbij, dus de 3 zijn er al. En van de 5 plekken plaatsen 3 zich rechtstreeks. En nummer 4 en 5 spelen de play-off. Vandaar dat het ook reëel is. Uiteindelijk zal de CONCACAF 8 vertegenwoordigers hebben in 2026. Dus dat is gewoon niet vast te veel. Ik kom straks daarop terug. Luidt. Ja, coach, u geeft aan. Het plan is dus 2026. En dat er een aantal zaken zijn aangegeven aan de bond die u gerealiseerd wil hebben, zodat Nacho de selectie meer traint en gewend raakt aan elkaar.
Kunt u aangeven welke zaken u persoonlijk als coach verbeterd wil zien en gerealiseerd wil zien? Het is zo. Ik ben ook pas bondscoach. Het lijkt net of ik jaren bondscoach ben. Dus ik ga alles evalueren en plannen maken. Dus dat zijn plannen die er liggen. En daar gaan we ook naartoe werken. En vooropgesteld, want ik zeg ook iedere keer voor 26-26 WK. Maar we proberen wel met het elftal zeg maar, ook zeg maar. Als we ons moeten plaatsen voor een CONCACAF World Cup of nu voor de Common Bowl, dan is het niet zo dat we daar niks aan doen. Wij willen daar ook komen. Maar je weet, de weg om daar te komen, dat gaat met vallen en opstaan. Niet als jij op dat moment geen fundament hebt. En we zijn aan het creëren om dat fundament zo goed mogelijk te krijgen. Aan de hand van organisatie, voetballers, niet alleen maar oude voetballers, maar ook teruggaan naar jongere spelers. Een combinatie van wat willen we allemaal heel graag zien, liefst ook zoveel mogelijk jongens. En er zijn er nu ook heel veel jongens van uit Suriname, grote talenten die het goed doen, die erbij zijn. Dus het moet een combinatie zijn van alles. En wij, over wij praat ik over Suriname, want ik vind het altijd wel heel lastig om te zeggen van de diaspora en de lokale. Wij zijn gewoon één. We zijn met z'n allen één Suriname. En het is niks meer of minder, we zijn gewoon één. Als jij aan de zijn? Ja. Trainer Winter, om even terug te komen op wat meneer Dankzij net aanhaalde. De vraag is, we weten ook kennen de problemen van het bestuur, niet functioneren op professioneel niveau, maar de vraag is dus nu naar u toe van hoe moeizaam is het om het doel te bereiken als je dus met zo'n organisatie moet werken en dat u uiteindelijk niet de brui aangeeft. Nou ja, kijk, wat ik net al aangegeven, het is niet altijd makkelijk. Het liefst wil je altijd zeg maar, heel makkelijk je doelen halen. En mijn taak is om ervoor te zorgen dat ik de mensen wel zover kan krijgen in dialoog en in de omgang met elkaar. En, ja, de tijd zal het leren. Ricky? Nick? En dan Rashid? Yes, de prestaties van Nacho in het Asset Stadium. Zijn goed. Dus tegen Mexico ging wel verloren, maar het is wel een goede pot voetbal geweest van Nacho. En ook andere wedstrijden zijn nog helemaal niet verloren gegaan. Neem je dat als een groot pluspunt mee richting donderdag? Ja, ik wel. Niet alleen maar omdat wat je zegt, maar ik vind het gewoon heel fijn. Niet alleen ik, maar wij vinden het heel fijn. Ook de spelers en de hele staf. Om hier twee wedstrijden achter elkaar te spelen voor de mensen. Het is. De spirit is daar. Je hebt veel meer tijd, het is veel meer rust, je kan je veel meer focussen dan als je naar het buitenland gaat. En dat is gewoon heel goed. Ja. En hoe redt man? In het begin werd de focus echt gelegd op de diaspora spelers. En nu is er eigenlijk een switch gekomen, je ziet meer lokale spelers. Mijn vraag is, wat heeft ertoe geleid dat er zo'n switch gemaakt is, dat je toch meer aantal lokale spelers erbij hebt? Twee, de focus wordt gelegd op 2026. Ligt het gevaar dan niet erin dat focus te veel is op 2026 en de spelers zich waarschijnlijk niet minder gaan inzetten voor de toernooi die nog gaande zijn? Nee, ik gaf net al antwoord op die meneer's vraag. Ik zeg van de focus is wel het proces 2026, maar dan neem niet weg dat, dat je na een ander jaar heb je een heel ander groot toernooi waar naartoe werkt. Die willen we ook halen. Maar je weet dat als je aan de elftal ophalen, dat de kans ook wel kan bestaan. Om wat voor reden ook, dat je het misschien net niet haalt of wat dan ook. Dus het is altijd belangrijk voor ieder wedstrijd wat we spelen. Is het belangrijk om resultaat te halen, want het geeft ook in het elftal een goed gevoel en vertrouwen. Maar, wat ik aangeef, het grote plaatje, daar willen we ons voor plaatsen. En dat is heel belangrijk. Even kijken, de vraag op je... Ja, dus in het begin werd het accent gelegd op... Dat klopt. Het accent is gelegd op alle spelers. Je kijkt naar de ontwikkeling van de spelers. Ik ben iedere keer dat ik hier afgereisd ben om wedstrijden te coachen voor Suriname zelf, dat ben ik altijd 4, 5 of 6 dagen eerder geweest. En waarom? Ten meer ook omdat ik zelf een inzicht wil hebben van
wat kan ik verwachten van hier van de jongens in de nationale competities? Dus ik heb heel veel spelers, bijna alle spelers heb ik zien voetballen in de voorgaande wedstrijden bij een club. En dat is ook het voordeel van, als je hier komt, kan je in 3 dagen kan je alle wedstrijden zien, want alle wedstrijden werden in de wedstrijdstadion gespeeld. Dus op verschillende tijdstippen, dus dat is ideaal voor de bondscoach, hoef je niet overal naartoe. Dus je hebt daarna gekeken naar de spelers en de alle wedstrijden van Robin Hood nu, en met speciaal Robin Hood, omdat die zeg maar, nationale vertegenwoordiger op het internationaal niveau heb ik de wedstrijd gezien. Dus je ziet dan de ontwikkeling van de spelers. En als een speler goed is en is er klaar voor, of het is een jong talent, zijn wij de eerste die zo'n jongen erbij willen hebben, omdat we dat goed vinden voor de ontwikkeling van de spelers. En het is gewoon toevallig. Want de jongens die er nu bij zijn, die ontwikkelen zich goed. En de jongens die zeg maar er niet bij zijn, ja, hun tijd komt wel. En als het zover is, dan zijn we er ook heel goed naar kijken. Maar hetzelfde geldt ook voor de jongens uit Europa. Als ze er klaar voor zijn, dan komen ze erbij. Zijn ze er niet klaar voor, ja. En een andere speler die dus ontwikkelt zich heel goed hier, ja, dan gaat mijn of onze voorkeur uit aan een speler die mee trainen. En het is een combinatie van. Daarvoor even een keer wel op teken, als we starten met de persconferentie. Een vraag, ja. De selectie is bekendgemaakt in de winter, een paar van de spelers, een week na de tweede wedstrijd, een Champions League verband moeten komen, zoals Gerard Lekker. Welke garantie hebben we dat ze toch komen? Misschien hebben we dat, dat ze toch komen voor die tweede wedstrijd. De selectie is al bekend. De jongens zijn al, die komen vanmiddag. Er zijn maar 2 afmeldingen geweest. Eén is Kleiber geweest, Jan Kleiber, en die andere is Jannik Witsen. En die hebben we vervangen door Gilberto Kroni. Maar voor de rest is iedereen blij dat iedereen in de dingen niet verzet. Tot slot dan, Destiny? Ik wil toch even terugkomen op WK 2026. Realiteit. Er zijn realistisch gekeken 3 directe plekken en 2 plekken die via play-offs behaald worden. Dus dat betekent dat het niet zeker is of je gaat. Die 3 plekken die zijn verzekerd. En gezien dus de positie waar Suriname staat, zeg ik, wil heel graag dat Suriname komt op de WK, maar is het realistisch om aan te nemen dus dat we ons plaatsen? We moeten realistisch blijven. Onze positionering binnen CONCACAF geeft niet aan dat we binnen de beste 5 zitten. Nee, dat klopt. Dat is ook zo. En ik zeg realistisch, het is realistisch. Maar uiteindelijk moet je die wedstrijden wel spelen. En als je kijkt, alles wat we daar omheen creëren, het kijken van jonge spelers, goede voetballers, die we het elftal kunnen versterken, die gaan we overtuigen. En we zijn al nu in een pool met heel veel goede voetballers die net dat verschil maken. En daarom zeg ik ook van, dit is het weer, het is het proces. Het liefst had ik al, dat al die jongens al meteen konden. Maar ja, je zit allemaal met regels te maken die goedkeuring moeten hebben vanuit de FIFA. En als dat niet zo snel kan, ja, dan moeten we even wachten. En het is heel vervelend, maar wij geloven er niet. En wij gaan er ook vanuit dat het heel erg moeilijk is. Oké. Wat is je handjes? Nou, mijn laatste vraag hoor. Het diaspora-beleid is in de tijd in het leven geroepen om het Surinaams voetbal op te boosten, krachtiger te maken en uiteindelijk te gaan winnen en te gaan staan waar we moeten staan. Heeft volgens u vanaf de tijd van het beleid introduceren en de spelers te laten uitkomen van Suriname tot zover in uw optiek dat ze vruchten afkomen? Ik denk het wel. Ik denk het wel. Alleen de grote fout die we met z'n allen maken is waar alles wordt nu gefocust op het nationaal elftal. Dat het nationaal elftal. Daar gebeurt het mee. Maar we moeten even terugschakelen. Willen wij zorgen dat het nationaal elftal dat gaat bereiken, dan moeten wij met z'n allen zorgen dat hier in Suriname, dat het voetbal ook goed georganiseerd wordt. Dat de jongens goed ontwikkeld worden. Dat er hier een profcompetitie komt. Daar moeten we eerst beginnen. Maar als, want het is wel heel mooi, want ik hoor het al niet. We slaan sommige dingen over. En dat is ook een van de redenen waar we met elkaar bezig zijn om dat gedeelte op te bouwen. Want als dat er niet is, dan kun je ook nooit met het nationaal elftal de doelen halen wat je wil. En dat moeten we wel allemaal realiseren. Het is allemaal mooi en we gaan het ook allemaal proberen waar te maken. En onze doelstelling is ook 2016. Maar het is ook veel belangrijker dat hier het fundament is. Dus het voetbal, wat ik nu ook begrepen heb, is dat ze bezig zijn met een profcompetitie.
het is niet alleen de profcompetitie, maar je moet er alles omheen gaan organiseren wat uiteindelijk zijn vruchten gaat werpen. En dan moeten wij met z'n allen moeten ervoor zorgen dat we dat voor elkaar krijgen. Dat is heel belangrijk, want dan krijg je ook continuïteit. En dan ga je ook zien dat er veel meer betere voetballers komen en het niveau op je komt. En dat niet alleen maar Robin doet, maar straks ook Intermoemetapoe of Transvaal of Voorwaarts. Dat ze ook allemaal die wedstrijden spelen internationaal. En dan heb je ook de kinderen en de jeugd die dan opkijken tegen je lokale iconen. Daar moeten we mee bezig zijn. En wij zijn, uiteindelijk gaan wij als nationaal elftal, gaan wij de vruchten van krijgen. En dat moet wel heel erg realiseren. En wij moeten het ook met z'n allen doen. De mensen om ons heen ook zover krijgen. En met de informatie die we brengen, mensen ook zeg maar meenemen aan de hand van dit speelt er allemaal. Dat ze het ook weten. Oké. Okay. Even nog één vraag. Rachid? Na volging van Katusha's vraag wil ik toch nog even vragen. Aaron, hoe groot is het probleem eigenlijk omtrent spelers die in Nederland voetballen, zeg maar nog, de Nederlandse nationaliteit beschikken, wel Surinaamse achtergrond, maar om ze over de streep te trekken? Zeg maar om voor Nacho te kiezen, omdat ze heel vaak toch nog op de uitnodiging van Oranje worden. Ja, het is niet makkelijk. Maar ja, ik probeer ze te overtuigen, onze staf probeert ze te overtuigen, andere mensen proberen ze te overtuigen. In de voetballerij moet je realistisch zijn. Kijk, een groot probleem kan zijn voor de jeugdspelers, is dat zij op jonge leeftijd komen ze uit de Jong Oranje. En daar zijn ook regels mee verbonden als ze. Daar drie wedstrijden hebben gespeeld, wordt het dan een probleem dat ze die switch kunnen maken. Dus onze taak is om die jongens op te voeden, te waarschuwen. Waarschuwen klinkt zo negatief, maar te informeren van jongens, luisteren. Als dit gebeurt, weet je, kan de kans openstaan dat je in de toekomst er niet meer uit kan komen voor het Surinaamse elftal. Jongens overtuigen, want je hebt heel veel spelers, die zijn jong, die wachten op een kans, krijgen een kans niet, maar ook overtuigen. Van luisteren, je kan nog wel 10 jaar wachten, maar wat is er nou niet mooi om voor je land uit te komen, een WK te spelen? Ik kan ze daarin overtuigen, want ik heb 4 EK's meegemaakt, 3 WK's. En is het een maximale wat je als voetballer mee kan maken. Dus je probeert ze daar wel mee te nemen in je staf. Door met ze te praten, duidelijk te zijn. En het is een proces. En het mooie ervan is, kijk maar naar Marokko. Wat er met Marokko is gebeurd. Dat is nu eigenlijk een beetje zeg maar, het proces wat wij graag ook willen zien. Het duurt heel lang en we zijn er nu net mee bezig ten opzichte van alle andere landen. En het gaat nog even tijd kosten, maar het gaat ons wel lukken. Goed, we zijn er samen, want we gaan afronden. Het is, dan komt die straks aan de beurt. Even maar zijn er samen. Ja, u staat van dienst spreekt voor zeker in Nederland. Ook met de fanfare werd gehaald voor het ontvangen door het publiek en toen Henk ten Kate kwam, toen werd de euforie eigenlijk nog groter. De resultaten waren iets minder en je merkt ook meteen aan het publiek, aan reacties op social media, dat mensen een beetje anders erover praten. Doet dat u wat? Ja, kijk, tuurlijk. Tuurlijk doet het je wel wat. Want ik bedoel, ik ben wel een type van, ik weet het, ik heb het op hoogste niveau gespeeld. Als het goed is en je wint, is alles goed. Als het minder is, is alles slecht. En weet je, ik doe mijn werk en ik doe mijn werk met plezier en ik probeer de doelstelling te halen en met de jongens probeer ik ze ook zo ver te krijgen. En natuurlijk, het publiek is, op het moment dat het zo gaat, dan heb je ze zo weer aan die andere kant. En ik kan het begrijpen, want sport is emoties en iedereen ervaart het en iedereen gaat ermee om zoals hij of zij wil. En ik begrijp dat. Maar ik nogmaals, ik doe mijn werk en ik probeer altijd dicht bij mezelf te blijven en ik zal niet zo snel op paniek maken. Aaron, aanvullen over de paspoort van de jongens. Turkije, Turken, Turkse jongens. Die krijgen bij geboorte al een Turkse paspoort. Ze hebben dat niet 1-2. Dus voor hen is het veel makkelijker om te kiezen. En dat die Denemarken doen. Twee, voorbereiding naar de wedstrijd toe. Ga je tegen Leda. Hoe staat het met de voorbereiding daar naartoe? Je hebt ze gezien, heb ze spelen. En welk systeem, formatie past het beste bij Nacho? Ja, dat gaan we zien. Haiti heeft een ploeg die kan op verschillende manieren spelen gestructureerd. Het is een fysieke ploeg.
ze willen heel graag zeg maar, ook onder druk zetten, maar daarentegen laten ze ook heel veel ruimtes over. En dat gaat gewoon eventjes, want het is even afwachten hoe de groep zich allemaal meldt vandaag. Ze hebben allemaal gecheckt, want ze hebben toch allemaal een volledige wedstrijd gespeeld in de club. Dus dan gaan we dat gewoon allemaal heel goed monitoren en we gaan kijken wat het beste bij onze groep past. En dan zullen we een keuze maken. Bijna zo. Is het spelen van oefenwedstrijden. Want nu komen jullie gewoon bij elkaar en voor 3 dagen en je speelt donderdag van wedstrijd en spelers komen woensdag nog aan. Dus ik merk dat in het begin hebben jullie 2 wedstrijden gehad in Nederland. Ja. Maar daarna zit er afgehouden. Nee, wat is de oorzaak? Dat klopt. En dat is ook iets wat goed dat u die vraag stelt, maar dat is wel heel belangrijk. En waarom ik het belangrijk vind, ik vind ook van. Ik weet niet of jullie allemaal bekend zijn met internationale regels. Hè? Nee, ik bedoel niet slecht hoor. Ik bedoel niet slecht. Maar die internationale regels wil zeggen dat er zijn maar 5 momenten in het jaar dat je beroep mag doen op de spelers. Dus ik kan niet zomaar een speler hebben van oké, volgende week wil ik een wedstrijd spelen. Ik haal alle spelers vanuit Europa. Dat mag niet. Het liefst wil ik altijd een wedstrijd spelen met ze. Dat is het mooiste, maar wij mogen dat niet. Dat zijn de FIFA-regels. En ik weet niet of jullie het allemaal kijken, wij mogen dat niet. Wij, de bond, lenen de spelers van de clubs. De spelers zijn van de clubs en niet van de bond. En dat is een hele grote verwarring, want ik heb die vraag heel vaak gehoord, waarom ga je nu trainen? Het liefst wil ik iedere week met ze trainen. Maar graag ook iedere dag met ze trainen. Geweldig, maar dat kan niet. En dat is dan waarom het niet gebeurt. Wat wel kan, wat we nu gaan wel proberen, is in het programma wat we krijgen met... voor de ontwikkeling van een grote talent in Suriname, omdat het wat makkelijker is met een trainer, willen we dat wel gaan proberen om te trainen, veel vaker te trainen en dan te spelen met de grote talenten hier. Dat willen we wel gaan proberen of dat lukt. Maar internationaal kan dat niet.